dit jaar de coronacrisis. Hoe heeft dat jouw voorbereiding op dit succes beïnvloed? Nogal wat. Het toernooi is inmiddels al 3 keer verplaatst. Het zou eigenlijk vorig jaar april zijn. Toen is het naar mei 2020 gegaan en toen naar oktober 2020, januari 2021 en uiteindelijk vond het plaats op 7 mei. En dat was in Sofia? Ja, klopt. Ik heb 1 wedstrijd gewonnen en daarna moest ik mijn halve finale spelen tegen Oostenrijk. En dat was om de ticket en die winst pakte ik. Marlene Jaal, dat was jouw tegenstander? Ja. Dat was niet makkelijk? Nee, dat was een beste reus. En ze was best wel zwaar. En ik kwam al op achterstand in de eerste ronde en toen moest ik wegwerken. En toen moest ik eigenlijk jagen. En uiteindelijk zag ik een opening voor een hoofdtreffer en die pakte ik. En toen wist ik van oké, nu heb ik de winst binnen. En dan wordt het op laatst 8-5. Ja. En dan kun jij de handen in de lucht steken. Ja, dat heb ik ook wel gedaan. En inmiddels heb ik een sparringspartner fulltime beschikbaar voor mij. We gaan de voorbereiding op Papendal houden. En... Vorige keer, je werd uitgeschakeld in de kwartfinale. Ja, dat was heel zuur. Ook omdat dat meisje daarna verloor ook. Dus dat betekende voor mij dat ik niet meer in de rapper charts terecht kwam. Dus dat betekende dat ik niet om het brons mocht vechten. En toen eigenlijk per direct was uitgeschakeld. En we gaan nu voor wat beters. En hoeveel kans is daarop? Er zijn hele goede kansen, dat klopt. We gaan partij voor partij bekijken. En we gaan ook niet wat roepen of we gaan een medaille halen. Mm. We gaan daar voor de beste prestatie. En dat betekent gewoon iedereen een headshot geven. En dan zien we wel waar het komt. Er is een tijd geweest dat het onzeker was of de Spelen in Tokio door zouden gaan. Ja. Heeft dat jouw voorbereiding beïnvloed? Eigenlijk vrijwel niet. Ja, dan moet er echt een bericht vanuit het IOC komen dat het niet doorgaat, wil ik het geloven. Maar alle media en alle andere aandacht die daarvoor is, dat gaat één oor in, andere oor er weer uit. Ja, je hebt wel af en toe wat blessures. Afgelopen oktober heb ik mijn teen gebroken. Je hebt natuurlijk ouderdomsklachten, maar voornamelijk ben ik gewoon, ben ik gewoon fit en gaan we deze 50 dagen goed benutten om te trainen. Ik ben in 2019 in Japan geweest en toen hadden wij daar een Grand Prix. En ik heb toen de tijd ook voor gekozen om ook 2 dagen langer te blijven. En daar heb ik gebruik van gemaakt en toen heb ik Japan een klein beetje kunnen zien. Mooi land? Het is echt een heel mooi land, ja. Wij wensen jou heel veel succes op de Olympische Spelen. En we gaan het punctueel volgen. Dank u wel. Het gaat wel goed komen.